De jeugdopleiding is de levensader van FC Volendam. De omstandigheden in Volendam zijn natuurlijk uniek. Met het talentontwikkelingsplan wordt de opleiding naar een nog hoger niveau getild. De talenten van nu zijn hier in juiste handen. Jeugdvoetballer, dat was voor mij al in eerste instantie de straat. Daar was ik vooral op te vinden. Bij ons achter op een pleintje, dat was natuurlijk mijn stadion. De straatvoetbal was het eerst, want je trainde maar één of twee keer in de week op je club en de rest deed je op straat. Dus ja, elke dag was je wel ergens te vinden, want je wilde gewoon steeds beter worden. Je wilde steeds makkelijker een bal kunnen trappen, twee benen gebruiken, techniek leren, ja, trucjes leren. Maar het begint gewoon bij het simpele. Simpel, dat is het moeilijkst, maar gewoon goede basistechniek aanleren. Ja, wat maakt de RKAV bijzonder? Het heeft een enorme magneetfunctie voor alle kinderen op alle buurten. Als je hier door de week door de buurten fietst en je kijkt in steegjes, pleintjes, waar dan ook, dan kleurt het oranje. Ieder jongetje wil hier komen voetballen. Die wil gaan trainen als Robben vanuit onze nieuwe visie, maar ook scoren, net als Henk. Dat is wat ze willen. En dat laten ze gewoon elke dag zien. En als je door de week hier om onze accommodatie heen fietst, en dat doe ik meer dan regelmatig, dan kan ik elke keer gewoon trots zijn op wat zich dan laat zien en wat er dan beweegt. En hoe dat elke keer met plezier, met ouders, met trainers, actief kan zijn binnen een relatief kleine gemeenschap. Dat maakt de RKAV als zodanig een unieke vereniging. De samenwerking met de FC komt als geroep. Ik denk dat de RKAV daar klaar voor is. Samen met iedereen die daar die de vereniging een warm hart toedraagt. Aanleiding van het plan Volendam 2.0 en de jeugdopleiding daarin is dat wij toen we begonnen zagen dat er heel veel winst te boeken viel. Met name in het aandeel jeugdspelers dat uit Volendam komt, dat hier in de opleiding rondloopt. En ook de kwaliteit van de spelers die uiteindelijk in het eerste kunnen doorbreken. Om het doel te bereiken dat Volendam een topopleiding wordt in Nederland, moeten we van alles doen, natuurlijk. Het begint bij vanaf een jongere leeftijd starten. Dus wij kijken al vanaf de leeftijd van een jaar of twee. Om te zorgen dat in de gemeenschap de kinderen die hier opgroeien al in vroeg stadium in aanraking komen met sport. Daarnaast is het belangrijk dat we meer gaan doen, meer trainen. Dat geldt voor alle leeftijden, vanaf de onderbouw tot en met de bovenbouw, zeg maar, tot en met kinderen van 18 jaar. En vervolgens moet ook het niveau van de individuele begeleiding omhoog. Dit plan kan nooit slagen zonder een intensieve samenwerking met de RKAV. We hebben natuurlijk ook een fantastische mogelijkheid hier. Want dit is een unieke plek in Nederland en ik denk zelfs wereldwijd. Waar je een profclub en zo'n grote amateurclub op een steenworp afstand van elkaar hebt. Wij zorgen ervoor dat in de onderbouw de methode waarmee we werken wordt ingevoerd bij de AV. Waarbij kinderen die in de AV zitten in hun hele carrière in de AV de kans krijgen om hier stage te kunnen lopen en ook een plek te verdienen binnen de FC. Nou, de onderbouw moeten we goed beseffen, dat gaat vanaf 6 tot 12 jaar. En dat zijn kinderen die in een fase zitten in hun leven waarin ze graag samen dingen willen doen. Dus het sociale component van de opleiding is erg belangrijk. En tegelijkertijd het onderdeel techniek. Omdat het sociale element zo belangrijk is, mixen we ook de leeftijden door elkaar. Dus dat zul je hier bij ons veel zien. Niet alleen FC-kinderen, maar we werken ook met de RKV samen en daar mixen we ook. Dus we zullen een aardige mix zien van verschillende leeftijden bij elkaar en verschillende niveaus. Dat helpt kinderen onderdelen te ontwikkelen zoals communicatie en leiderschap. En geeft ook uitdagingen aan de jongste kinderen en op een andere manier weer uitdagingen aan de oudste kinderen. Middenbouw begint zo'n beetje vanaf een jaar of 12, 13. Dat is ook per individu verschillend. Inhoudelijk gaan kinderen zich vormen. Die gaan ook kijken van oké, welke positie hoor ik? Wat voor type speler ben ik? En ook daar mixen we natuurlijk, omdat juist die fase zo verschillend uitpakt voor verschillende kinderen. De ene die groeit heel snel, de andere groeit langzamer, sociaal, psychologisch en fysiek. Dus daar zullen we met veel meer individuele aandacht nog gaan kijken. In de individuele begeleiding is natuurlijk het plan dat kinderen zelf opstellen in samenwerking met de trainer superbelangrijk. En dat begint al bij de onderbouw, maar dat zal in de middenbouw steeds meer vorm krijgen en uiteindelijk in de bovenbouw leiden tot een specifieke plan waarmee de jongens de stap kunnen gaan zetten naar het eerste. Ja, en de bovenbouw die begint vanaf een jaar of 15 als de kinderen echt uit de groei zijn. Dat is weer een andere fase in de ontwikkeling van een kind.
Ook de fysieke component wordt superbelangrijk. Het moderne voetbal en zeker het voetbal over een jaar of 10 zal de fysieke kant zal superbelangrijk worden. Nog belangrijker dan het al is. Dus de technische basis die al gelegd is, wordt dan gekoppeld aan, aan het spelinzicht, wat zich steeds meer ontwikkelt per positie. En aan een stuk fysieke ontwikkeling, waardoor jongens ook sneller in het eerste terecht kunnen komen op een veel hoger niveau. Naast de voeding, de medische kant, hebben we natuurlijk afgelopen jaar ook ontzettend veel energie gestoken om het voor elkaar te krijgen dat kinderen ook hier kunnen trainen. Vandaar ook dat hier de gym is gebouwd, het Performance Center. En je ziet nu hoe ongelooflijk belangrijk dat is in het hele plaatje wat wij hier met z'n allen aan het neerzetten zijn. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je een dusdanige boost krijgt dat je steeds betere spelers opleidt. Als Volendam als doelstelling heb Eredivisie en om daar een vaste bespeler van te zijn, ja, dan moet je spelers hebben die ook bepaalde kwaliteiten herbergen. Nou, dus de lat moet omhoog. Dus dat begint natuurlijk bij onze opleiding. Naast een lokaal karakter heeft Volendam natuurlijk een internationaal karakter. We verwelkomen hier elk jaar 1,5 miljoen toeristen. Die komen van heinde en verre. Het voetbal zelf globaliseert alleen maar meer. Het is echt een wereldsport en Volendam takt daarop aan. We hebben al bewezen met het verhaal Frank Antonucci dat wij een platform kunnen zijn voor jonge, zeer talentvolle spelers. Zodat zij hier en beter kunnen worden en zichtbaarheid kunnen krijgen. En dat doen we nou ook met andere spelers. Neem een Samuele Mulatieri van een Inter of een Janis Jatroudis van AEK Athene. En zo zijn er nog veel meer spelers die wij volgen en waarvoor het interessant is dat zij hier bij Volendam een hele goede opleiding krijgen en zichzelf zichtbaar kunnen maken en ons daarmee verder kunnen helpen. Waar Volendam graag voor staat is aanvallend voetbal. En dat mensen willen dat ook graag. En ja, supporters die houden daarvan. Dus dat moet als eerste een kenmerk zijn waarom iedereen Volendam weer omarmt. En ja, dat moet je proberen met elkaar voor elkaar te krijgen. Natuurlijk heb je daar ook financiën voor nodig. Dat staat er nooit los van. Maar in eerste instantie begint het ook met visie. Visie en beleid. En dat iedereen binnen de club daarvan doordrongen is. Van, nou, hier gaan we met elkaar mee aan de slag. Of het nou iemand die de was doet, of iemand die bij commercie zit, of dat maakt niet uit. Iedereen moet datzelfde in zijn DNA hebben om de club daar te brengen waar we met z'n allen heen willen. En dat is denk ik het mooie van dit hele voetbal van Volendam. Het talentontwikkelingsplan van Voetbal Volendam is uniek in de wereld. En gaat ervoor zorgen dat FC Volendam een stabiele eredivisieclub wordt. Met trots presenteren wij dan ook het gezamenlijke logo. Dit logo is vanaf komend seizoen te zien op de kleding van alle jeugdvoetballers van Voetbal Volendam. Ook zijn we bijzonder blij dat Podo Brace zich als eerste toppartner verbonden heeft aan dit plan. Samen gaan we vol voor Oranje.